Alweer nieuw bloed aan deze tafel. Jacqueline Grandjean, directeur en curator van de Oude Kerk midden op de Wallen. Daar zal het stil zijn nu. Heel stil. Hoe gek is dat? Nou, veel mensen zeggen het is zo ongelooflijk dat ik dit nog een keer mee mag maken. Ja, zijn er misschien ook wel een beetje blij mee? Heel, ja. Ja, hoe denk jij dat dat wordt als die stad straks weer vol loopt? Ja, gaan de Amsterdammers dan protesteren? We moeten gaan wennen aan een nieuw normaal, denk ik. Dus helemaal hetzelfde zal het niet worden. En als ik kijk naar hoeveel bezoekers er nu zijn, dan word je daar niet zo heel vrolijk van. Dus we hebben in principe de bezoekers ook wel weer hard nodig om ons werk te kunnen doen en om te bestaan. Want van waar naar waar zijn jullie gegaan qua... Wij, ja, ja, uiteindelijk naar nul, maar nu... Ja, we kregen zo'n beetje 400 bezoekers per dag. Wow. En we zitten nu op ongeveer 25 per dag. Ja, we mogen er nog 5 bij en dan zit je aan je max. Ja. Een rare tijd. Een hele rare tijd, maar ik snap de bewoners wel heel goed hoor. Want het is wel genieten even zo van deze rust. Kan dus, ik mij heel goed voorstellen. Hey, jij zit hier niet alleen, jij hebt iemand meegenomen. Ja. Wie? Ik heb Thierry Oussou meegenomen, omdat cultuur in actie draait natuurlijk wat mij betreft wel echt om de kunstenaars. Want zonder kunstenaars geen cultuur. Thierry en ik, wij werken een tijdje samen al. Wat wij in de Oude Kerk doen is dat we lange lijnen maken met kunstenaars. Ik noem dat slow curating. Dus we nemen de tijd en de aandacht om met kunstenaars te werken om een nieuw werk te maken. Ja. En met Thierry zijn we nu zo ongeveer, we are talking 1.5 year together to see what we can do. Yeah. Oké, dus dit project, do you understand Dutch? A little bit. But it's okay if we speak Dutch to each other. Yes. Okay. We'll get to you. Dus dit project liep al voor deze hele lockdownperiode. Ja, wij spreken al een tijd. Maar ik zie ook hoe moeilijk het eigenlijk nu ook echt is voor kunstenaars om een studio te vinden, om überhaupt aan het werk te blijven. Ja. Dus daarom is het zo belangrijk dat we de kunstenaars ook echt steunen met elkaar. En vandaar dat ik Thierry heb meegenomen om gewoon eens te horen van hoe is dat nou? Wat betekent het om in deze tijd kunstenaar te zijn? So that's the question, Jerry. What does it mean? What is it like to be an artist in this day and age, this crazy corona time? Thank you. I think for me, especially at this moment, we just have to, you know, to take this opportunity to work very hard because my parents say everything going to change, so you need to prepare yourself and ask question, you know, in 10 years what you want to be. So it's a bit like that. But especially for me, I think like African artists and live in Netherlands is very hard, but you know, we artists like me have chance to meet Jacqueline or other people to, you know, to survive. I'll just say that. Because it's not really easy to say, okay, you know, I did an ice academy and I want to stay in Amsterdam. Mm-hmm. It's very hard to find studio, but... Right now. Okay, can you come a little bit closer so we can hear you better? Yes, right now I would say it's just more difficult. Now it's more difficult, but it's not easy. It's not only me, it's all artists who work very hard and they don't think they will live, but the works, you know, are very accepted and they cannot, so. Mijn nichtje doet de kunstacademie en die vertelde inderdaad vorig weekend. Zei, je hebt ook spullen nodig, je hebt dingen, maar wij kunnen niet naar school. We kunnen niet bij onze materialen, we kunnen niet. Dus ik zou wel willen, ik kan wel hele leuke dingen verzinnen. Ja. Maar ik kan ze niet uitvoeren. Ik kan niet die kunstwerken maken, fysiek maken, die ik, die ik nu... Want er bruist op creatieve vlak, ook door deze gekke tijd, juist van alles. Maar ik kan daar geen gevolg aangeven. Ja. Nee, dat zijn jullie nog wel met dingen bezig nu? Ja, wij zijn heel hard bezig met kunstenaars om te zorgen dat in ieder geval het werk gezien wordt. En net zoals Thierry komt van de Rijksacademie, wordt gelukkig ook geholpen door de Rijksacademie op dit moment.
Heeft al op de Biennale van Berlijn gestaan. Ja, vet. En nu gaan we een heel klein dingetje doen, alvast, om gewoon maar iets te doen. Ja. Dus we hebben ons aangesloten bij een heel groot initiatief. En dat heet Unlocked Reconnected. Unlocked Reconnected, Reconnected. Ja. En dat is, daar doen inmiddels 200 verschillende musea, instellingen, galeries, zelfs bedrijfscollecties aan mee. En het werk van Thierry is een video. Waarin hij een onderzoek laat zien naar het kolonialisme in Brazilië. En dat is dus een klein onderdeel, maar ja, het is overal te zien. Dus iedereen in heel Nederland kan deze hele grote tentoonstelling zien. En die is eigenlijk speciaal is in het leven geroepen. Nee, overal in de musea. Okay, dan... En het zit er vooral in de eerste entreehal. Staan die werken. En je ziet het ook, Unlocked Reconnected staat erop. Ja. En met een QR-code kan je dan iets meer over het werk te weten komen. Oké, dus als ik naar 5 verschillende musea ga, dan ga ik voor hun eigen collectie. Maar eigenlijk in de algemene hal nog is dan dat Unlocked Reconnected. Ja, staat er een klein... Dus je kan over daar een stukje, daar een stukje, daar een stukje, daar een stukje. Ja. Dus ja, ik vind dit een heel mooi voorbeeld van de veerkracht van cultuur. En eigenlijk ook gewoon, het is heel noodzakelijk dat wij als culturele sector ook echt gaan veranderen. En dat kunnen we alleen maar doen door met elkaar op te trekken. En om te zorgen dat we nieuwe verbindingen gaan maken. En dat zal zoeken worden. En we zullen ook zeker niet onmiddellijk het wiel hebben uitgevonden. Maar de poging telt. Maar op wat voor vlak veranderen bedoel je dan voornamelijk? Andere manieren van geld verdienen? Andere manieren, of minder mensen ontvangen? Of wat bedoel je? Nou, we hebben bijvoorbeeld collecties in musea die heel wit, westers en vooral ook mannelijk zijn. Dus is dat nog houdbaar? Zijn dat nog de collecties die mensen representeren? Kunnen we onszelf daar nog in herkennen? Dus dat zijn wel vragen. Hè? De stemmen en de geluiden die op dit moment op pleinen wereldwijd klinken. Ja. Hoe krijgen we die stemmen ook in onze instituten? En is dat dan, want dat zijn natuurlijk stemmen die de afgelopen jaren al steeds sterker zijn gaan klinken. Heb jij nog het gevoel dat deze periode van een soort van verplichte bezinning voor heel veel mensen, die stemmen nog harder zijn gaan klinken? Omdat de dagelijkse beslommeringen eventjes niet meer gelden, dus we tijd hebben om na te denken over andere dingen? Ja, wat ik wel zie, en volgens mij gaat dat voor heel veel verschil, of het nou een klein gezinsdingetje is of iets groters zoals in de cultuur, is dat deze tijd heel veel dingen zichtbaar maakt. Hè? Als er al een probleem was, dan maakt corona het eigenlijk heel zeker, zichtbaar. Zeker. En heel, ja, het wordt blootgelegd en we kunnen er niet meer omheen. En ik denk dat dat wereldwijd nu ook echt aan de hand is. Ja. En dat dat ook de reden is waarom we als culturele sector ook eens even kritisch naar onszelf moeten kijken. Van goh, hoe staan wij er eigenlijk in en wat kunnen wij anders doen? En daarom denk ik dat cultuur heel belangrijk is. Want er ligt een hele grote taak op onze schouders in de toekomst. En die begint nu. Ja. Die is eigenlijk al begonnen. Ja, die is al, maar die begint ook weer nu. Ja, en daarom is het heel belangrijk om kunstenaars, support artists zoals Thierry, door werk te kopen, door uit te nodigen, opdrachten te geven, om nieuwe verbindingen te maken, mensen te introduceren aan elkaar. Ja, en ook gewoon heel erg anders nadenken en omdenken dan je voorheen deed. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja. Cultuur in de notendop is om daar tot aan te zitten. Ja. This is a difficult time for artists. Is it also an inspirational time? Yes, it's what I say. I think it's inspirational time because like artists, you work in your studio. So if you have studio, I think it's great time to work right now. Like a painter, like me, my work is more, you know, have interview, make video, but I cannot do that one. But I'm very happy I can paint. I can ask my academy to have big studio and then work. So it's I think it's opportunity to work. Because I guess you know, some people when they're stressed, they lose their creativity.
because they just black out. It's too stressful. But other people, maybe the creativity just comes up and it starts flowing extra hard. Yeah, for me, I think it's a great time for me because, like with Jacqueline, I have project. I have to go back to Benin, but I cannot go to Benin right now. What I did is I asked my academy to have big project space and then prepare like 3 shows. So now I have show with Jacqueline, I have show with my gallery, I have show in Capital C, and I do, you know, I did like big painting I never do in Amsterdam. So it's, but if I didn't get help, I would not do that because I was nominated for 3-package deal and then I save money for it. So I just changed the project, you know, do video or do installation. I prefer to make painting. Yeah. So yeah, you're forced to express yourself in a different way. Exactly. So that is what I do. So well, keep it up. Good luck. Thank you. Good luck. Dankjewel dat je er was. Inspirerend. Jullie gaan tekenen. Ja. Namens hoeveel mensen gaan jullie je handtekening zetten? Nou ja, we hadden enorm veel mensen in gedachten, maar zoveel lukt niet. We are going to sign for at least 10 artists. We are going to sign for the team in de Oude Kerk. Ja. En ik wil heel graag de handtekening ook zetten voor de buren, de buurtbewoners op de Wallen. Cool. Dus dat zijn er zo'n beetje 40, allemaal bij elkaar. Nou, ga dat doen. Dank jullie wel voor je komst. Thank you for coming. Thanks.